Nou, een duurzaam bouwproces, oké, maar zo'n gebouw moet natuurlijk ook wel duurzaam worden. Nou, hier in Nieuw-West staat de Fiep Westendorp School met daarbovenop 71 woningen. Staat er al een aantal jaren, helemaal duurzaam, ontworpen door Paul de Ruiter, bekend om zijn duurzame ontwerpen. Nou, we gaan eens even kijken of het allemaal werkt hier binnen. Hoe duurzaam is dit eigenlijk? Lekker groen. Jan, je bent directeur van deze school. Hoe werkt het nou? Qua klimaat of qua duurzaamheid? Ik kom 's morgens om 7:30 binnen en dan is de temperatuur en het geluid et cetera zeer aangenaam. Maar het verrast me altijd als de school volop bezig is, dat ik qua geluid en licht hetzelfde gevoel blijf houden. Het is onbegrijpelijk eigenlijk, we zitten nu hier, dat er gewoon 300, bijna 400 mensen nou in het gebouw allemaal bezig zijn. De eerste stap van duurzaamheid is dat we twee dingen op elkaar hebben gezet. Dat is twee functies, wonen en school boven elkaar. Normaal staan ze eigenlijk naast elkaar. Dus dat is, je zou kunnen zeggen dat is een hele duurzame zet, omdat je dan dat schaarse ruimte in de stad nuttig gebruikt. Dus dat is eigenlijk de eerste duurzame zet. Dan heb je eigenlijk al heel erg compact volume, zou je kunnen zeggen. Doordat de woningen er bovenop zitten, die zorgen dat het geïsoleerd is. Maar wat we ook hebben gekeken is dat er de sociale duurzaamheid is. Dat kinderen heel veel daglicht krijgen, dat ze heel veel uitzicht hebben. Dat het een andere soort uitstraling heeft dan de rest van de omgeving. We hebben dus houten latten tegen de gevel gemaakt en begroeiing die kinderen onderhouden. We hebben een speciale niet giftige planten, als ze er ineens niet ziek van worden. Dus op die manier hebben we stapjes het gebouw duurzaam gemaakt. Klimaatbeheersing en zo, hoe gaat dat? Klimaatbeheersing is een spannende. We hebben een systeem in de school ingebracht. Maar we zijn nog steeds aan het fine-tunen van hoe werkt dit nou precies. Ja, we hebben toch met klaslokalen te maken waarvan de leerkracht door de deuren dicht doet. En er zitten dan 25 of tot 26 kinderen. Dat zijn dan 25, 26 kacheltjes die in die klaslokaal komen. Dan de ramen, die kunnen maar een klein beetje open. En de leerkrachten die willen dan heel snel het raam openzetten. Met het gevolg dat je dan de klimaatbeheersing kunt verstoren. Dus eigenlijk het is heel de dag door fine-tunen van wat is nou prettig en goed. Duurzaamheid is eigenlijk gewoon normaal geworden, zou je kunnen zeggen. En de gemeentes eisen ook steeds hogere eisen als het gaat om duurzaamheid. Dus dat is natuurlijk heel fijn, dat wordt gewoon afgedwongen. Ook vaak doordat de grond zo schaars is, zegt de gemeente, je mag het wel bouwen, maar dan moet het wel energie-neutraal zijn. Dus dat is ook heel fijn dat die grond niet alleen maar veel oplevert, maar ook dat die op lange duur wat opleverde, dat het duurzaam is. Dus je ziet wel dat met de opgave en de prijzenstijging eigenlijk ook ruimte is om weer die duurzaamheid maximaal te investeren. Het daagt ons ook verder uit natuurlijk. Ik bedoel, we hebben een beetje die groene gedachte met die school samen met Paul ontworpen. En nu zijn die mensen hiernaast ook weer aan het bouwen. En er komt ook een binnentuin. En het is heel leuk dat de bouwheer daar, die heeft ook overleg met de school van hoe willen jullie dan nou die binnentuin? Hey, hoe kunnen we dat een beetje een groene speelplaats verlengen naar die binnentuin? Dus dit heeft ook een uitstraling naar buiten toe. Ja, daar ben ik erg blij mee. Ja, vooral in zo'n verstedelijkt gebied. En wat zouden we de gewone Amsterdammer kunnen aanraden om als eerste in je huis je duurzaam te zijn? Nou, gewoon alles uitzetten als je weggaat. Dat is echt de meest simpele. Stel je verwarming goed af. Dat ingewikkelde apparaat gaat er een half uurtje voor zitten. En stel hem goed af. Dat zijn de hele simpele dingen eigenlijk al om mee te beginnen.